Ja, voetbalclubs in Gelderland zitten in hun maag met de kunstgrasvelden. Na de uitzending woensdagavond van Zembla over de mogelijke kankerverwekkende rubberkorrels die in de velden zitten, krijgen ze veel vragen van ouders die zich zorgen maken. Clubs reageren daar heel verschillend op. Bij voetbalclub SML in Arnhem staat verslaggever Annemieke Schakelaar. Ja, Annemieke, zijn er eigenlijk veel clubs die die maatregelen nemen? Nee, de meeste clubs volgen toch eigenlijk de richtlijnen van de voetbalbond KNVB. En die zegt dat er geen gezondheidsrisico's zijn met deze korrels. Want hier gaat het om, hè, van het gemalen autoband. Dat zit hier tussen het kunstgras. En de KNVB baseert zich dan natuurlijk weer op onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Maar juist dat onderzoek werd in die uitzending van Zembla onderuit gehaald. En dat zorgt voor veel vragen bij gemeenten. Maar vooral ook bij voor verontruste ouders bij heel veel clubs. Die sprak ik ook hier daarnet langs de lijn bij de training. Het is een uitzending die ik heb gekeken waarvan ik ook dacht van ja, maar hoe is dat bij onze club? Dan weet ik dat die korrels hier ook liggen. Want ik tref ze ook iedere dag weer aan, ook in de schoenen en in de wasmachine overal. Het is gewoon rubber, maar het blijkt autobanden te zijn. En dat vind ik wel, zorgelijk. Je merkt wel dat het gewoon leeft bij de mensen en dat het bij de ene mens gewoon zorg oplevert, maar bij de andere ook gewoon niet goed weten wat je ermee moet. Toch even afwachten, misschien ook onderzoeken die nog gaan komen, maar het leeft wel onder de mensen. Ja, Annemiek, bezorg de ouders dus. Doet de Arnhemse club waar jij te gast bent daar wat mee? Jazeker. Deze club heeft besloten om in ieder geval de keepers voorlopig alleen maar op natuurgras te laten trainen. Naast mij staat bestuurslid Simon van den Berg van de voetbalclub. Waarom heeft u dat besluit genomen? Nou, wij volgen de richtlijnen van de KNVB. Er is alleen één categorie spelers waarvan wij denken, die ligt zo ongeveer de helft van de trainingen met het gezicht tussen de korrels. En die nemen we voorlopig op deze manier mee naar het grasveld, zodat ze naar behoren kunnen trainen zonder zich zorgen te hoeven maken. Ja, dus alleen op natuurgras komt u daar mee tegemoet aan zorgen van ouders? Er zijn leden die hebben allerlei suggesties aangedragen. Dit was een van de suggesties die op ons afkwam, waarvan wij dachten het is de moeite waard om dat op deze manier te organiseren. Ja, zo zijn er ook andere clubs, bijvoorbeeld twee clubs in Zevenaar, die hebben gezegd nee, niet de keepers, maar die allerjongste, die halen we van het kunstgras af. Want ja, die hele kleine korreltjes, die kunnen zij eventueel nog in hun mond stoppen. En dat willen we absoluut niet. En die zorgen die zijn er echt bij heel veel clubs. En gaan er allemaal weer anders mee om. Onderzoek moet gewoon echt uitwijzen wat eventueel het gevaar oplevert. Maar de meeste clubs volgen dus de richtlijn van de KNVB. Goed, Annemieke Schakelaar, dankjewel.